In deze finale Leila Oversluizen, Maren Wieling, Marten Hieke van der Kamp, Sophia van Droffelaar, Nicole Rubino, Bridget Vermeer, Sarah Korthuis, Pippa van het Land, Kim Oudendijk en Aniek Hazebroek. En na 100 meter aan de leiding Sophia van Droffelaar in baan nummer 3. Tweede tijd. De volwachte Hieke van der Kamp. De derde tijd voor Sarah Korthuis van der Kamp. Gisteren de gouden medaillewinnares bij de jeugd 1 en 2. 400 meter vrije slag. Zij was daarvoor Merel Schavendijk en Megan Jonkman. Dat was het podium gisteren op die afstand. Hier nu naar het laatste keerpunt. Is het aan de overzijde nog steeds van Droffelaar aan de leiding. Dicht daarbij mag de Hieke van der Kamp in 2, Sarah Korthuis in 3. De verschillen zijn heel klein. Ziet u eens u naar het water kijkt. Er ligt de voorsprong daar nog voor van Droffelaar in 3. Dan komt daar van der Kamp echt wel langzij. Deze overzijde hier op baan 6, Sarah Korthuis. Dan is het een strijd om de nummers 1 en 2 aan de overzijde op aftikken. Lichte voorsprong voor Van der Kamp op naar de finish. En dan is het de tweede gouden medaille voor Marten Hieke van der Kamp. 2-0-8-0-1, een persoonlijk record. Dan net voor Sarah Korthuis, tweede positie. Persoonlijk record voor haar, 2-0-8-34. En Van Droffelaar de derde tijd in 2-0-8-50. Officiële uitslag, die verschijnt in beeld. De nieuwe Nederlands kampioene bij de jeugd 1 en 2 heet Marten Hieke van der Kamp. Dan gaan we naar de laatste serie van de 200 meter vrije slag bij de dames, serie 5. En dat is de finale, senioren 1.